Het is vervelend voor Van de Beek. Zijn rampseizoen is, is compleet. Het Nederlands elftal vervolgt de weg richting het Europees kampioenschap met 25 man. Want Donny Van de Beek is afgevallen met een blessure. We hebben een man aan het trainingsveld in Zeist. Dat is natuurlijk Riepke Bakker. Riepke, wat is er aan de hand met Van de Beek? Nou, ze hebben hier medisch geheim tegenwoordig bij de KNVB. Dat, dat kennen we ook al van de clubs. Dus we hebben een bericht gehad dat Donny van der Beek geblesseerd is, afgehaakt. Uh, ja. Maar wat voor blessure precies waar hij last van heeft, dat weten we niet. Gisteren stond hij nog wel op het veld en trainde hij samen met Matthijs de Ligt een beetje individueel. Dus ja, het lijkt me geen schokkende blessure. Maar ze zijn in ieder geval tot de conclusie gekomen dat hij niet uh, fit genoeg is voor het EK. Wie weet, zaterdag persconferentie, bondscoach, dat we dan iets meer horen. Ja, maar goed, dan gaan we dat in de gaten houden. Wat zijn nou eigenlijk de consequenties voor Oranje? Want we moeten natuurlijk eerlijk zijn: hij had een reserverol in dit team. Hè? Nee, nee, er uh, het, het zijn eigenlijk helemaal geen consequenties voor Oranje in die zin. Uh, het is vervelend voor Van der Beek. Zijn rampseizoen is, is compleet. Uh, bijna niet aan spelen meer toegekomen bij, bij Manchester United. Uh, maar ja, Van der Beek had een bijrol. Ik zat nog even terug te kijken. In oktober, november uh, scoorde hij tegen Italië, tegen Spanje. Toen hikte hij heel erg tegen de basis aan. Maar de afgelopen maanden is dat totaal veranderd. Hij heeft nu in de hiërarchie uh, Jorginho Wijnaldum voor zich. Dat is de nummer 10 in het 5-3-2 systeem. En als hij geblesseerd raakt, dan komt uh, Davy Klaassen erin. En hij was dan weer de, de, de vervanger van Klaassen. Dus je kan zeggen, de stand-in uh, van de stand-in is afgehaakt voor het EK. Dus ja, dat, dat heeft geen hele, hele directe invloed op, op, op de opstelling. Nee, dus zat ik even in de voorselectie te kijken. Daar viel bijvoorbeeld een Tony Filena af. Moet Frank de Boer dan niet bijvoorbeeld zo'n iemand nog oproepen? Want er komt geen vervanger bij, hè? Ja. ja, dat is wel gek. Want je mag 26 spelers oproepen. Waarom zou je niemand oproepen? Kijk ja, de boer heeft gewoon de afweging gemaakt. Het zijn al veel meer spelers dan normaal gesproken. Hè. Vanwege corona mag je er 26 in je selectie hebben en geen 23. Dus uh, je hebt al vrij veel spelers zonder perspectief. En als je er nu eentje bij zou halen, uh, een Vilena of misschien een heel ander type, een Kelvin Stenks. Ja, daar haal je eigenlijk een speler binnen die uh, ja, eigenlijk weinig perspectief heeft. Uh, de kans op speeltijd is gering. Dus je hebt er, en je hebt er eigenlijk ook niet zo heel veel van. Een basisplaats is heel ver weg, dus... Ja, je kan zeggen, het is niet echt nodig om die selectie nog zo, zo breed te laten zijn. Uh, dus ja, kies de boeren voor om met 25 spelers naar het, uh, naar het EK te gaan. En tot slot, we zagen gisteren van de Beek trainen samen met Matthijs de licht. Apart van de groep. Is Matthijs de Licht wel weer terug bij uh, de groep? Ja, dat is het, het, het goede nieuws. Uh, gisteren met Van der Beek even individueel nog. En ja, het eerste kwartier is hier maar open hoor. Voor, uh, voor de media. Dus ik heb alleen het eerste kwartier mogen zien. Ze zijn nu nog bezig. Strikt geheim daar. Maar uh, ja, hij deed in dat eerste kwartier alles mee. Nou, ja, we zitten nog eventjes uh, tot Oekraïne, nog een paar dagen. Dus uh, als hij geen terugval krijgt, uh, dan lijkt het erop dat hij gewoon gaat spelen in de basis tegen Oekraïne. En uh, ja, Matthijs Ligt in de eerste wedstrijd op TK. Helemaal goed, Riepke. Je zei het al: zaterdag is dus een persconferentie van Frank de Boer. Dan gaan we waarschijnlijk nog meer horen over wat de status van Van de Beek is. En rondom die persconferentie spreek ik jou weer, Riepke. Tot dan. Tot dan.